Ja, Martin Haasnoot, het hek is nu niet zo heel mooi. Er komt verandering in. Wat gaat hier gebeuren? Ja, Martijn, wat gaat er gebeuren? Kijk, een jaar of 3-4 geleden heeft de gemeente heel veel goed werk gedaan hier door compleet nieuwe afrastering rondom Quick Boys te zetten. Dat is netjes en dat is ook heel mooi. Alleen, we kwamen er toch wat achter dat de ziel eigenlijk een beetje verdwenen was met deze ingang. Ja, het oude hek van Welkom op Nieuw-Zuid, blauw-wit, prachtig, waardoor je een klein beetje kippenvel krijgt als je het park oploopt, dat was opeens verdwenen. En daar hebben we gemeend, in overleg met de supporters, iets aan te moeten doen. En zo zijn we begonnen eigenlijk met een ontwerper. We hebben daar een stuk of 10 schetsen voor gemaakt en uiteindelijk hebben we in de kantine een keer gepresenteerd met een aantal jongens van de supportersvereniging. En die hadden ook, eigenlijk hadden dezelfde mening allemaal, dat hek moest het gaan worden. Die we eigenlijk allemaal van tevoren al uitgekozen hadden. Een prachtig mooi hek, in de oude glorie hersteld, maar dan nieuw. Met weer Nieuw-Zuid erop. Daarnaast komt dan een mooie blauwe muur. Van mooie geglazuurde blauwe stenen. Met daar mooie letters van Quick Boys op, van 1,50 cm hoog. Verlicht aan de achterkant, dus echt indrukwekkend. En dan gaat het weer zijn zoals vroeger. We zijn natuurlijk op weg naar de hoogste klasse in het amateurvoetbal. En dat duurt niet lang meer eer we daar zijn. Maar dan hebben de tegenstander ook weer een beetje knikkende knieën als hier het park op lopen en betreden. En dat is eigenlijk de bedoeling. En natuurlijk voor de supporters die zien dat ze toch wel thuiskomen weer op een echt Nieuw-Zuid zoals het vroeger was. Natuurlijk moet die muur ook betaald worden. Dat is een grote investering in de club. Maar we zijn natuurlijk creatief als supporters en leden en besturen. In Engeland is het al vaak het geval. Dan kunnen mensen hun naam kopen of een steen kopen en dan met hun naam erop te vereeuwigen. Dat is natuurlijk heel speciaal met glazuurbehandeling. En enfin, daar zijn we lang mee bezig geweest. En onze grootste opdracht was eigenlijk om dat op een zo betaalbaar mogelijke manier te kunnen realiseren. En nou ja, goed, daar zijn we aardig in geslaagd. Iedereen mag een paar steentjes kopen. Ik meen iets tot 3 of zoiets. Om toch iedereen de kans en de gelegenheid te bieden. Met hun eigen naam erin. En die willen we verkopen voor €80 per steen. En kijk, €80 is misschien veel geld. Maar aan de andere kant is €80 een steen kopen. Die eigenlijk, die muur, die zal er langer staan dan wij. En dan staat je naam ook voor eeuwig op de muur gegraveerd. En dat is denk ik een geweldig idee. Ik doe in ieder geval mee. En heel veel mensen om mij heen. Die ik al gehoord heb, die vragen of ze een aantal mogen kopen en het is gelimiteerd. Op de verjaardag van Quick Boys, begin februari, dan zal de verkoop beginnen. We hebben gemeend dit jaar, of met deze actie wel, de voorrang te moeten geven aan de leden en aan de supporters. En dan komen de rest van alle mensen die betrokken zijn bij Quick Boys, die net zo belangrijk zijn overigens. Maar in ieder geval voor de leden. Voor de supportersvereniging dat die de eerste gelegenheid hebben om een aantal stenen te kopen. 1 steen of een aantal. En dat gaat lukken, denk ik. De Dirk van der Plas, het hek ziet er nu nog niet zo mooi uit. Het gaat een heel mooi hek worden. En jouw naam ga je er ook aan verbinden. Want wat ga je doen? Ik ga een steen kopen. Ja, dat schijnt, of in ieder geval, dat wordt een leuk initiatief. Vind ik zelf. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van nou, hey, dat is wel een compliment waard voor degene die dat verzonnen heeft. He, want we gaan het oude hek komt terug. In zoverre ik dat weet. En daarnaast komt er ook een stenen muur. Waar je dus een steen voor kan kopen. En daar je naam in kan laten zetten. Of wat anders. Een andere onderwerpnaam, weet ik veel wat. Ja. En ja, jij zegt, ik vind dat een leuk initiatief. Kan je me vertellen wat je er zo mooi aan vindt? Ja, ik denk dat het een beetje met gevoel te maken heeft. Ik heb wel lastig aan te geven. Op het moment dat ik dat hoorde en dat te lezen kreeg, dacht ik van nou ja, ja gaaf. Ik ga zeker een steen kopen. Ja, dat lijkt me wel gaaf. Het is toch, dit is mijn club en dit is de club van zoveel mensen hier ook. Hè. We hebben natuurlijk een van de grootste clubs met vele leden. Dus ik denk dat zeker de helft van die leden hetzelfde gevoel hebben als ik heb. Dus, het idee dat je naam voor altijd aan Nieuw-Zuid verbonden is, is dat het misschien een beetje dat je altijd hier een plekje hebt? Ja, zo kun je dat wel stellen, ja. Dat lijkt me wel een goede toelichting, ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je hier aankomt lopen, ik weet niet hoe sentimenteel je bent, maar dat je even de steen aanraakt voordat je aankomt lopen. Nou, dat zo erg is het dan ook weer niet. Nee, zo erg is het ook weer niet. Maar gewoon goed, weet je. Kijk, Quick Boys brengt mij gewoon warme gevoelens omhoog. En ja, ik ben hier begonnen. Ik ben hier in de buurt ben ik opgegroeid. En ik was altijd hier op veld te vinden. En als we niet op veld mochten, dan gingen wij hier vroeger altijd voetballen. En dan hadden we nog dat ijzeren hek. Daar maakten we zeg maar 2 doelen van.
En daartegenover had je dat verkooppuntje. Wat nu daar staat. En daar speelden wij 4 tegen 4, 3 tegen 3. En hier heb ik eigenlijk leren voetballen. En ja, dat is toch wel leuk dat dat zeg maar weer, weer terugkomt. Dus ook als jij er niet bent, ben je er straks wel? Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar dan niet persoonlijk, maar dan middels een naam. Heel goed. Ja. Top.